De stichting Rumas hield donderdag voor de vierde keer een kerstdiner voor de minst bedeelden in de Surinaamse samenleving. De Rumas Gigrani Nyamprisiri aan behoeftigen vond plaats in de congreshal. De stichting heeft de activiteit samen met 25 van haar jongens uitgevoerd. De jongens hebben grotendeels de organisatie van de dag voor hun rekening genomen. Ze hebben veel van de gerechten zelf klaargemaakt, de gasten begeleid, het eten opgediend en ook voor de entertainment gezorgd. Bijkans 300 gasten zijn verwend onder wie arme gezinnen, daklozen, blinden en gasten uit het psychiatrisch centrum. Voor sommige van deze minst bedeelden is het hun allereerste kerstviering geweest. Er waren ook enkele ministers en assembleeleden aanwezig op de viering. Emmy Hart, voorzitter van de Stichting Rumas, zegt dat op deze manier de jongens ook iets terugdoen voor de samenleving. Tot zover Emmy Hart, voorzitter van Stichting Rumas. De organisatie hield donderdag voor de vierde keer een kerstdiner voor de minst bedeelden in de Surinaamse samenleving. De Rumas Gigrani Nyamprisiri aan behoeftigen vond plaats in de congreshal.